Hoi allemaal, Robin hier met vandaag een nieuwe thuisworkout video voor jullie. Vandaag een thuisworkout waar we wat shuttles en straks ook ons record weer uit de kast gaan halen. Want ook al kunnen we misschien samen niet in, betekent niet dat we deze twee moeten onder het stof moeten laten komen te liggen in de kast. Eerste oefening, dit vak is mooi 1,5 meter. Zoals je ziet heb ik wat shuttles neergezet. Hoeft niet per se met shuttles, kan ook bijvoorbeeld met plastic bekertjes. Maar we zijn natuurlijk bij McDonald's, de shuttles is wel het leukst. En wat we gaan doen is, ik ga de shuttles van de ene naar de andere kant in 1,5 meter verplaatsen. Ik zal het even voordoen. De bedoeling is dat je het zo snel mogelijk gaat proberen te doen. Die naar die kant en die drie naar die kant. Dus, ben je klaar voor? Ik vind dat als dat gebeurt, dat jij even 5 keer het opdruk afschaft. Oké, oefening 1. Oké, voor de tweede oefening pakken we ook even onze record erbij. Het is nog steeds geen badminton, maar heb je hem toch even in je hand en gebruik je hem toch. Wat we gaan doen is, ik heb 3 shuttles aan de linkerkant en 3 aan de rechterkant en ik begin in het midden. Ik ga van rechts, tik de eerste shuttle om, naar links, omtikken en zo heen en weer. Ik ga proberen ze zo snel mogelijk om te tikken en ik moet elke keer naar voren blijven kijken. Nou, ze zijn allemaal om, dus het is goed gelukt. Oké, jongens, dat was mijn workout video. Wees niet bang de oefeningen een paar keer te herhalen, net zolang dat je een beetje moe begint te worden. Veel succes ermee en blijf vooral nog even binnen.